Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen zien op de satellietfoto dat we een afwisseling hebben van wolkenvelden en opklaringen. Op de plekken waar het de zon schijnt, is de temperatuur redelijk opgelopen. In het midden en zuiden van het land, tot 3 tot 5 graden. In het noordoosten, daar vriest het nog lichter, dus rond de min 1 graad. En later vanavond gaat de temperatuur daar ook weer verder dalen. Uiteindelijk richting min 2, zo halverwege de avond. En uiteindelijk komende nacht komt het daar nog rond de 4 graden onder nul uit. In de rest van het land vriest het 1 à 2 graden, en in het uiterste zuiden, daar is meer bewolking, komt de temperatuur eigenlijk niet onder nul, daar is het zo'n tussen de 0 en de 2 graden. Daarbij staat een overwegend zwakke tot matige wind uit het oosten tot zuidoosten. Morgen overdag is de wind zuid tot zuidoost en gaat dan toenemen. Die wordt eerst matig, windkracht 3 tot 4, en later aan de kust, mogelijk vrij krachtig, windkracht 5. Daarbij zijn wel flinke zonnige perioden, zeker in de ochtend, en de temperatuur loopt daarbij op naar zo'n 1 graad boven nul in Groningen, tot 3 à 6 graden in de rest van het land. Laat op de dag neemt vanuit het westen de bewolking verder toe en in de nacht naar zaterdag volgt een neerslaggebied vanaf de Noordzee. Dat neerslaggebied bestaat voornamelijk uit regen, maar verder landinwaarts zou de neerslag misschien eerst nog als natte sneeuw kunnen vallen. Ook zaterdag overdag hebben we nog te maken met die neerslagzone die trekt maar langzaam naar het oosten toe. Maar laat op de dag dan wordt het geleidelijk aan weer droger en breekt in het westen misschien nog even de zon door. Zaterdag overdag wordt het 4 tot 7 graden en dat bij een vrij stevige zuidelijke wind. Op zondag en maandag is het weer droog en hebben we een zonnige perioden. Daarbij is het wel iets aan de zachte kant. Het wordt dan 5 tot 7 graden bij een langzaam iets afnemende wind. En als we dan nog iets verder vooruit kijken dan zien we dat ook op de langere termijn voorlopig geen winterweer in de kaarten zit. Sterker nog, in de tweede helft van volgende week zou het zomer eens 10 graden kunnen worden. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.